Van harte welkom bij de Only for Men EK update. Jawel, we zitten in de achtste finale en we gaan nog veel verder komen. Wat is jou de afgelopen wedstrijden opgevallen? Frenkie de Jong. Ik zou zo graag willen dat hij voor adoptatie te krijgen is. Sophie en ik, die nemen hem zo in huis. Jezus, Frenkie de Jong. Wat ben jij fris, wat ben jij gretig, wat ben jij nooit volgevreten, wat ben jij echt puur Nederlands uit Arkel. Nou, ik heb zo genoten van Frenkie de Jong. Welke spelers vond je goed, slecht of verrassend? Ik moet eerlijk zeggen dat onze zuidenburen, die moet je niet te veel complimenten geven, maar Kevin de Bruyne, die... Hij had natuurlijk zijn oogkas gebroken en zijn neus gebroken in de Champions League finale. En die kwam pas in de tweede helft in tegen Denemarken. Maar wat was hij ongelooflijk goed, zeg. Wat kan hij ongelooflijk voetbal makkelijk doen ogen. Iedereen zou willen voetballen, tenminste ik zeker, als Kevin de Bruyne. Hoe kijk je zelf naar het EK? Meestal zit ik of bij Johan Derksen, Wilfred Gené en René van der Gijp. Dan hangen we op een bank, kijken we naar die wedstrijd en praten we vooral heel weinig tegen elkaar. Of ik zit bij Jan-Joost van Gangelen op de bank, omdat ik dan vooraf bij ESPN een voorbeschouwing doen. Het is meestal vooraf, een voorbeschouwing is meestal vooraf. en een nabeschouwing doen. Dus ik ben bij de wedstrijden van het Nederlands Elftal altijd in de studio. En dat is met Jan-Joost heel gezellig en met Jan Dex en René van der Gijp en Wilfred Gené. Sporadisch wordt er wat tegen elkaar gezegd. We nodigen elkaar ook nooit uit op verjaardagen, dan weten jullie dat ook weer. Wat verwacht je van de wedstrijd tegen Tsjechië aankomende zondag? Nou, maken jullie geen zorgen over aanstaande zondag. Je kan de flessen bier en de kattenwijn inmiddels opentrekken, want wij denderen zomaar naar de kwartfinale. Geen enkel probleem met Dumfries in vorm en Memphis Depay, die heeft het helemaal bewaard voor in de knock-outfase. Dus kom allemaal goed. Dit was het weer. Ik hoop dat jullie een klein beetje genoten hebben. Ik vind het altijd leuk om tegen jullie en met jullie te praten en te concurreren. En één ding. Vergeet vooral je voorspellingen niet te doen in de Only for Men EK pool voor de achtste finales. Snel bij zijn, want wil je winnen, dan moet je opschieten. Als je deze video leuk vond of heel erg leuk, like en abonneer op ons kanaal.